Zometeen een nieuwe Business 010, het zakenprogramma vanuit Rotterdam, waar de mensen nog even getrakteerd worden op een patatje van Brandadage, want zo doen wij dat hier. Een aflevering in het teken van representatie. Aan tafel heb ik presentatiecoach Rick Luiks. Hij is coach van onder andere BN'ers, maar coacht ook CEO's. Fred van Leer. Dit keer leren we niet de stylist kennen, maar de ondernemer Fred. We hebben Alexander de Ruiter van Obi4One en we gaan met hem praten over het systeem wat 24 uur per dag de social media monitort. Martine Meiburg van Second Degree over LinkedIn en daarnaast Ton van der Lek van het werkgeversservice.nl Rijnmond. En zij verbinden werkgevers met werknemers. We zijn er met een paar minuten. Tot zo. Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door werkgeversservice.nl Rijnmond, Obi4One, SeeByFly en Ongezoet. Hoe kun je als ondernemer of bedrijf het beste presenteren, zowel online als offline? Wat zijn de kansen van social media? En hoe belangrijk is een business look nog op de huidige arbeidsmarkt? Gelegen tussen de Willems- en Erasmusbrug is dit vanuit Rotterdam, evenementenlocatie De Boompjes, Business 010. Van harte welkom. Dit is Business 010. Dat is een fijn begin zo, hè? Ja, dat dacht ik wel. Ik stel graag de gasten bij deze ook weer aan je voor. Al meer dan 20 jaar is hij actief in Medialand en gaf hij onder andere presentatietraining aan Lieke van Lexmond en John Williams. Ik heb het over Rick Luiks. Wat zijn nou de gouden tips om jezelf, maar ook je bedrijf, het beste te presenteren? We gaan het zo meteen hopelijk van jou horen. Ja, en hij is stylist van vele BN'ers en werd zelf bekend als coach in het televisieprogramma Holland's Next Topmodel. Fred van Leer heeft tegenwoordig ook zijn eigen kledingcollectie. Wij zijn in dit programma benieuwd naar de ondernemer Fred en hoe hij zijn eigen kassa laat rinkelen. Ik wil het graag van je weten zometeen. Ook aan tafel Alexander de Ruiter van Obi4One over de kracht van social media. En die biedt voor heel veel mensen natuurlijk zakelijke kansen. Maar de impact kan ook leiden tot reputatieschade. Hoe kun je daar als ondernemer op anticiperen? Alexander, jou ook van harte welkom. En dan linken met je zakelijke netwerk. Dat kun je op veel manieren doen. Online kan dat natuurlijk met LinkedIn. Martine Meiburg heeft er met Second Degree haar dagelijkse werk van gemaakt. Maar welke kansen laten bedrijven nog vaak liggen? En nogmaals van harte welkom allemaal. Rick, ik wil eigenlijk met jou beginnen. Presentatiecoach. Nou, we hoorden net al heel veel bekende namen voorbij komen. Maar jij coacht dus eigenlijk ook ondernemers, grote CEO's. Grote CEO's, grote CEO's. Ja, maar ook klein hoor. Ook trouwens. Klein, dus ja. Van alles en nog wat. Nou, ja. We moeten jou eigenlijk een klein beetje beter leren kennen voordat we echt met jou in gesprek gaan. En daarom plaatste Ingrid jou op de inmiddels welbekende klapstoel. Ja, hij zit wel ruim 20 jaar in het vak, zowel voor als achter de schermen, in televisie en theaterland. En hij zit bovenop me te wachten. Ja, vandaag klap ik de stoel uit voor Rick Luiks. Rick, hoe zit jij het lekkerst? Nou, laten we even kijken. Nee. Nee? Nee. Ja, zo zit ik het lekkerst. Nou, en we zitten vandaag op de Euromast. Maar ja, waarom zitten we hier? De Euromast en Rotterdam, dat hoort natuurlijk bij elkaar. Ik heb hier ook de finale gedraaid, of eigenlijk de terugkomdag van The Bachelor. Een programma dat ik heb gepresenteerd voor RTL. Ja, want naast presenteren heb jij ongelooflijk veel andere dingen gedaan in je carrière. Kan je nog eens wat hoogtepunten noemen? Ik vind het heel erg leuk om te zingen. Dus ik wilde heel graag in de musicals. Cats, Les Miserables, Cyrano. En tv-series, Spijkerhoek, Een Vrouwenvleugel. Ja, inmiddels ben je presentatiecoach en help jij aan stormend en bestaand tv-talent om beter te worden. Mm-hmm. Wie train jij zoal? Nou ja, ik heb heel veel mensen die roepen van ja, dat blijft gewoon tussen ons. Ja, dat blijft tussen ons. Wie ik wel kan noemen, omdat ze het zelf ook naar buiten brengen, zijn mensen als Lieke van Lexmond, Ruud Veldkamp, John Williams, die begeleid ik al jaren. Ja, je hoort heel vaak, presenteren kun je leren, maar geldt dat nou wel echt voor iedereen? Dat geloof ik zeker. Alleen je moet wel bereid zijn om er heel hard voor te werken en om lessen te nemen of iemand erbij te vragen die je kan begeleiden. Wat is nou nog jouw volgende stap in de toekomst? Ja, de toekomst. Wat ik heel erg leuk vind, ik heb 16 jaar bij RTL gezeten in vaste dienst. Op een gegeven moment wil je toch ook weer gewoon gaan freelancen, gaan ondernemen. En dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. Ik vind het leuk om ondernemers te begeleiden voor gesponsorde televisie bijvoorbeeld. Als zij moeten optreden voor RTL Z of ze hebben een item gekocht, om ervoor te zorgen dat ze lekker uit de verf komen.
Maar ik vind het hartstikke leuk om je op mijn klapstoel een beetje beter te hebben leren kennen. Nou. En we hebben je zeker beter leren kennen, maar je moet me even één ding uitleggen. Jullie zitten op de Euromast en vervolgens gaan jullie voor een of ander lullig wandje zitten. Ja, dat is natuurlijk ook echt Rotterdams, want het was zo mistig en slecht weer. We wilden prachtige shots maken, het kon niet. Nou, dan ga je kijken in de oplossingen. Nou, dat was gewoon voor dat wandje gaan zitten, prima. Ja, het zag er prachtig uit. Ja, zag er prachtig uit. Nou, we hoorden inderdaad al dat jij heel veel grote namen, hè, die wij kennen van televisie, coacht. Is die coaching nou anders als jij bijvoorbeeld een ondernemer moet gaan coachen? Het is niet heel erg verschillend, behalve dat die BNR natuurlijk veel meer camera-ervaring heeft dan die CEO. Maar die gaat wel mee te maken krijgen natuurlijk. Hè. Die gaat steeds meer naar buiten treden. Het bedrijf wordt steeds groter. En dan willen ze weten, wie is die man achter dat bedrijf? Ja. Of vrouw? Dan zie je natuurlijk ook tegenwoordig dat overal zijn camera's. Hè. Iedereen is aan het vloggen. Wordt het ook steeds belangrijker voor ondernemers om dat onder de knie te krijgen, zodat je dat ook echt goed doet? Tuurlijk. Vanmorgen stond een prachtig voorbeeld van een vlogster die haar verhaal ging halen, omdat ze niet tevreden was over een keuken. En die man, de keukenboer, die liet zich volledig gaan. En die zei, sodomiet erop, en dat ding, en wat doe je eigenlijk van me? Ja, helemaal mis. Fout. Ja, precies. En jij komt dan eigenlijk in actie om die ondernemers te zeggen van, nee, doe dat zo. Want dan kun je dat namelijk op een gedegen manier eigenlijk oplossen. Ja, ik vind dat je altijd moet voorbereiden en dat je dit soort dingen moet oefenen. Zeker vandaag de dag, als iedereen met een mobieltje kan filmen, het kan posten. Ja, je bent wat dat betreft wild. Ja, communicatie en presentatie is natuurlijk heel erg belangrijk als ondernemer, ook om klanten binnen te halen en op de juiste manier doen. Heb jij bijvoorbeeld een voorbeeld van bedrijven waar jij die mensen begeleid hebt in dit traject? Ja, ik heb heel veel grote bedrijven. Sinds een jaar of drie komt het ineens op mijn pad. En dat vind ik ook ontzettend leuk, omdat men steeds meer zich realiseert. Wij moeten naar buiten treden. Onze personeelsleden zitten niet alleen hier, maar ook in het buitenland. We gaan steeds meer met video, met Skype doen. Dus ik leer mensen ook bijvoorbeeld een Skype-call te doen. Hoe presenteer je jezelf aan het bedrijf? Ja, Fred, heb jij toevallig ook van Rikke coaching gehad? Nee, nog niet, zeg je. Nog niet, ja, wie weet. Nou, het wordt dus tijd, Fred, misschien. Echt waar? Moet ik het nodig? Nee, je hebt het niet nodig. Hey, want Rick, digitale vergaderingen, dat zie je tegenwoordig ook steeds meer gebeuren. Hè? Fysieke vergaderingen, maar nu ook digitale vergaderingen. Is dat nou nog een speciaal ding wat mensen kunnen trainen? Ja, kijk, je moet gewoon weten wat bijvoorbeeld de impact is van een camera. De positie van een camera. Heb je een positief bericht, dan zet je die camera hoogte bijvoorbeeld anders. Dat geldt trouwens ook voor kleding. Dat weet jij als geen ander, Fred. Als je een positief bericht hebt, dan ga je niet in zwarte, grauwe kleding. Dan ga je gewoon wat lichter en wat vrolijker. Oh jee. Ja. Heb jij een positief bericht, Fred? Nee, niet. Nee. Dat hoor je straks, Rick. Deze krijg je allemaal gratis, deze tips, Fred. Ja, heerlijk, ja. Je wil ze niet horen. Maar. Nee, maar goed, dat is dus belangrijk. Want inderdaad, hoe je je presenteert met kleding en naast natuurlijk het vocale. Help je mensen daar ook bij of laat je dat dan aan Fred over? Nou, ik bedoel, er zijn een aantal basisdingen die gewoon iedereen logischerwijs kan weten. Ik bedoel, wat ik net zei, als je een positief bericht hebt voor het personeel bijvoorbeeld, en jij kleed je altijd heel erg donker en somber, dat kun je heel makkelijk veranderen. Ja. En voor de details moet je inderdaad bij Fred zijn. Ja, nou Fred, jij bent een klein beetje een speciaaltje in dit programma. Je bent wel een beetje een broodje speciaal. Oh, kijk, we kennen jou natuurlijk allemaal, maar de ondernemer Fred kennen we misschien iets minder goed. Nou, je hebt je eigen kledingcollectie, maar hoe lang ben jij al ondernemer? Nou, ik ben al zelfstandig ondernemer vanaf 2000. Hier in Rotterdam op de Boompjes begonnen eigenlijk, in de clubscene. Dus sindsdien ben ik ondernemer en ik doe heel veel verschillende dingen. En voor heel veel mensen ben ik natuurlijk pas echt bekend geworden zo'n 7 jaar geleden, 8 jaar geleden. Ja. Maar ik ben al heel lang aan het ondernemen. Ja, nou kennen we jou natuurlijk allemaal als een hele zelfverzekerde man die altijd zijn woord klaar heeft. Ben je als ondernemer ook met alles wat je doet heel zelfverzekerd? Ik denk dat ik met ondernemers zelfverzekerder ben als dat ik op tv ben. Want dat lijkt allemaal zo, dat weet jij ook, dat is een spel. Maar achter de schermen, dan ben ik echt wel, iedereen denkt dat ik altijd heel erg lief ben. Maar ik ben ook echt een heel zuur wijf af en toe. Ja? En daar kan je heel veel mee bereiken. Maar daar kun je ook je voordeel mee halen. Absoluut. Maar jij bent dan inderdaad ondernemer. Je bent ook bekend. Is dat fijn voor jou als ondernemer? Nou, het versterkt elkaar natuurlijk. Het fijn is dat sinds social media, ik ben altijd net achter de schermen over, je bent altijd on top of mind. Als je een presentator bent of een acteur en je serie is afgelopen, dan ben je even niet zichtbaar. Ik ben constant on top of mind. Dus mensen kunnen me de hele dag door volgen, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, op social media. Waardoor mensen denken van, oh, die Fred, weet je kan er niet omheen. Nee. Dus dat versterkt natuurlijk heel erg mijn werk en mijn
mijn dingen die ik wil bereiken achter de schermen. Nou, zometeen gaan wij met Alexander eruit. Je zit hier aan tafel praten over social media systeem. Leuk. Dat heel de dag alles monitort. Gebruik jij social media ook als marketing tool? Of is het alleen dat mensen jou een beetje kunnen volgen? Nee, natuurlijk. Het is voornamelijk voor de lol, maar voor naar de buitenkant. Maar ik verdien natuurlijk ook geld mee. Ja. Dat is logisch. Ja. Mensen kunnen jou ook inhuren voor styling, hè? Want daar kennen we jou dat natuurlijk ook. Dat is mijn vak. Ja, dat is jouw vak. Je stylt bekende Nederlanders. Stuil jij ook ondernemers? Ja, onder andere. Ja, ik doe heel veel zakenvrouwen. Die kleed ik. Die doe ik een hele wintergarderobe en dan weer een zomergarderobe. Maar van alles, personal shopping, heel veel bekende vrouwen, bekende mannen. Modellen, eigenlijk van alles. Ja, en waar kijk je dan naar als je voor iemand gaat shoppen? Nou, het gaat in de mode al heel lang niet meer over het jurkje wat in en uit is. Ik zeg altijd, wat uit is, is een in- en uitlijstje. Het gaat om de eigenheid en identiteit. Dat is ook met een interieur, maar dat is vooral in de mode. Ik bepaal niet, oh, je hebt dit blouseje, dat is uit. Nee, dat is gewoon pas bij jou. Ja. Dus, en als je mij vraagt, dan ga ik jouw identiteit versterken. Dan ga ik het net even iets lekkerder maken, met net een mooie silhouet. Maar dat is eigenlijk wat mode voor je moet doen. Je moet er knapper van worden. Ja, dat is een leuk bruggetje naar een hele bekende. We kijken even naar het scherm, daar zien wij onder andere Steve Jobs. Steve Jobs was natuurlijk altijd met zijn kooltrui vooral te zien. Ja. Ja, dat zou jij nou niet 1, 2, 3 adviseren, denk ik. Ik zou het hem niet adviseren, maar dat is wel een zo'n sterk silhouet. Als je Steve Jobs zou zien, als silhouet, dan zou je hem meteen herkennen. Ja. Omdat hij gewoon grote sportschoenen, een zwarte kooltrui, spijkerbroek. Want hij was er helemaal niet mee bezig. Nee. Hij was natuurlijk een whizkid al vanaf jongs af aan. En dit is wel een bepaalde eigenheid waar je af moet blijven. Die moet je niet helemaal in een pak steken. Dan voelt hij zich helemaal niet lekker. Nee. En het gaat, als jij echt iets wil bereiken, dan moet je je lekker voelen. Ja, ja. Dan moet je hem niet in een driedelig grijs kostuum zetten. Nee, jij noemt het woord whizkid. Nou, dat was Mark Zuckerberg, hè, de oprichter van en de bedenker van Facebook natuurlijk ook. Kijk, hier zien we hem ook weer even. Ja, is nou ook niet heel stylish. Nee, het is natuurlijk ongelooflijk shabby. Ja, ik vind het wel leuk. Weet je, het is we zitten allemaal in een jasje, dasje, dingetje. Dus ik begrijp het. Ik begrijp wel. Dit is allemaal heel mooi. Maar ik heb geen stropdas om. Je hebt geen stropdas. Nee. Dus daar denk je ook over na. Ja. Hij heeft hier ook al over nagedacht. Want hij wil iedereen aanspreken. En ook, het interesseert hem geen ene drol wat je van hem vindt. Want hij lacht je echt 3 keer uit. Want hij verdient natuurlijk ongelooflijk veel geld. En ja, hij hoeft zich niet te bewijzen. Nee. En dat is natuurlijk belangrijk voor jou. Jij gaat natuurlijk de mensen coachen die wel wat willen bereiken. Hij heeft alles al bereikt. Ja, precies. Dus hij hoeft niet meer. Maar als je met de echt styling wat wil bereiken, ja, dan kan je met kleding en door middel van je presenteren heel veel meer bereiken. Ik heb nog één voorbeeld. Sergey Brin en Larry Page, de founders van Google. Ja, fantastisch. Ook zo'n voorbeeld eigenlijk. Ja. Maar toch, ik zeg altijd, bij een man, een goede jeans met een simpel shirt, is dat dan, ik hou van een Uberman. Dit is gewoon wel goed. Kijk, ik zal ze dit niet aangeven als je een grote presentatie doet. Dat doen ze wel. Want ook zij denken. En groot gelijk. Maar dat is ja. Maar inderdaad, linnen. Dat is iets wat je altijd moet voorkomen. Nooit een linnen jasje. Want 2 keer zo en dat zit compleet in de kreuk. En kreuk is niet leuk. En dan kan je strijken met een bout die ik ook weer heb. Snap je? En ja, nou, ja, zo is dat. Ja, ja, ja. Ja. Hey, slapen doen we snap. Je doet kledingcollecties. Als je bent met een eigen kledingcollectie komen. Kunnen we die ook aan naar kantoor? Als je als vrouw bent wel. Oh. Ja, het is voornamelijk nu nog een vrouwenlijn. Maar we zijn bezig om dat eventueel uit te gaan breiden. Maar vanaf april ligt de damescollectie weer in de winkels. Ja, hartstikke goed. Fred, blijf nog lekker zitten. Neem nog een drankje. Heerlijk. Straks krijgen wij van Martine Meiburg van marketingbureau Second Degree de tips hoe je LinkedIn met succes kunt inzetten. En maken we kennis met Obi4One. En dat is een systeem wat iedere seconde van de dag al je social media kanalen in de gaten houdt. We hebben een situatie met Project X, bij de meeste mensen wel bekend. En dus als je Project X als gemeente op bezoek krijgt, hoe ga je je daar dan op voorbereiden? Zometeen meer erover. En ook deze keer bezoekt John de kleine ondernemer. En komt erachter hoe een authentiek winkeltje met antiek servies Instagram inzet om vervolgens de hele wereld over te gaan. En ik ben op Instagram. Oké. Ja. En hoeveel kijkertjes heb je dan? Nou, op dit moment heb ik 3900 volgers. Nou, laat ik vooropstellen, ik heb ze in ieder geval niet. Deze mevrouw wel. Business 010 in het teken van representatie en het op de juiste manier inzetten van social media. We zijn zo terug naar de break. Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door Printerpro, Magies Catering, Pro Arts Design en See by Fly.
Maar niet heel veel. Hier aan tafel wordt gepraat over hoeveel volgers wie heeft. Is blijkbaar heel erg belangrijk. Je kijkt naar RTLZ, Business 010. En we hebben het over representatie. Aan tafel stylist en ondernemer Fred van Leer. En presentatiecoach hier Rick Luiks. En ook Martine Meiburg aan tafel. En met haar praat ik zo meteen over LinkedIn. En hoe je dit als bedrijf het beste kan inzetten. En met Alexander de Ruiter praten we over de geneugten. Maar ook de gevaren van social media. We zijn zo terug. Tot zo. Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door C-by-Fly, Hogerwerf for Office, evenementenlocatie De Boompjes en Pro Arts Design. Welkom terug bij Business 010. Social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. En het is heel handig, maar hoe moet je ermee omgaan als er slecht nieuws is rondom je bedrijf? Straks doen wij een mini-crisissimulatie. Nou, Martine, wij gaan het hebben over LinkedIn. Maar allereerst gaan we heel even naar John Buisman. Die heeft namelijk ook een LinkedIn-profiel, althans nu inmiddels wel. Gaan we zo meteen horen. Maar er is even iemand die wil reageren op John, die zich met dit programma ineens begeeft in de wereld van business. John Buisman en business. John, ik zou het niet doen. Hoewel business 010 natuurlijk wel weer typisch iets voor jou is. Ik vind jou een van de betere acteurs van Rotterdam. Misschien wel de beste. En ik zou zeggen, ja, business, joh, John, blijf erbij vandaan, joh. Doe het niet. Jij bent geen businessman, weet je wel. Jij bent een acteur. Daar drink ik op. Buis, succes met alles wat je gaat doen, jongen. Cheers. Nou, John, die kan je in ieder geval in je zak steken. En ik zou vooral de positieve woorden van Martin onthouden over jou als acteur. Martine, heeft John nou baat bij een LinkedIn-profiel als acteur? Als acteur zou hij baat hebben bij een LinkedIn-profiel. Maar hij is naast acteur heeft hij nog meerdere disciplines. Dus ook als participant in dit programma zoekt hij natuurlijk ondernemers op. En dan is het heel waardevol om een LinkedIn-profiel te hebben. Ja, precies. LinkedIn is ooit in het leven geroepen om ondernemers met elkaar te kunnen koppelen na een borrel, hè, eigenlijk. Hè. Waar liggen nou de kansen voor ondernemers met LinkedIn? De kansen liggen voornamelijk op het vergroten van je exposure. LinkedIn is een zakelijk netwerk, dus mensen zijn daar om business met elkaar te doen. Het wordt vaak verward met een recruitment platform. Dat is misschien in de basis de start van LinkedIn in Nederland. Straks gaan we met elkaar een borrel drinken. En dan kun je inderdaad met de mensen met wie je spreekt connecten op LinkedIn. En zo kun je je netwerk vergroten. En misschien komt er wel een leuke businessopdracht uit. Nou, precies. Dat moeten we natuurlijk allemaal niet vergeten. Maar laten ondernemers, zoals laatst ook in het nieuws, heel veel kansen liggen als het gaat om LinkedIn. Welke kansen laten wij dan liggen? Nou, je laat eigenlijk als bedrijf, LinkedIn is je visitekaartje. Niet alleen van je bedrijf, maar ook voor je medewerkers. Dus je medewerkers zijn gekoppeld aan je bedrijfspagina op LinkedIn. Dus het is heel goed om ook daar aandacht aan te geven. Daarnaast is het heel belangrijk dat je op LinkedIn je verhaal kan vertellen. Dus ben je als bedrijf actief in MVO, dan kun je dat ook laten zien op LinkedIn. Heb je enorme mooie heritage, historie als bedrijf, dan kun je mensen daarin meenemen. Dan laat je ook gewoon echt zien waar je als bedrijf voor staat. En daarnaast kun je inderdaad mensen helpen om meer uit de producten die je als bedrijf verkoopt, meer uit die producten te halen. Dus je maakt mensen inderdaad productiever en succesvol. Dat is wel echt de mindset van mensen die actief zijn op LinkedIn. En haak daar vooral in met goede content. Ja, precies. Nou is het natuurlijk heel erg belangrijk om daar consistent in te zijn. Hè? Daar zijn jullie onder andere dan de bewaker waarschijnlijk ook van. Ja. Het kost ook allemaal heel veel tijd, hè, social media. Dus hoe kun je nou met minimale stappen toch een maximaal rendement bereiken? Nou, het voordeel van LinkedIn is dat het inderdaad wat minder tijd kost dan het onderhouden van je Facebook of Twitter profiel. Mensen zijn niet dagelijks actief op het netwerk, dus daar kun je ook wel rekening mee houden. Maar inderdaad, posts van 3 tot 5 updates per week, om inderdaad mensen in die tijdlijn van de mensen te komen, dat is wel echt een advies. En doe dat vooral door, denk als een krant, zeg maar. Vaste rubrieken, rubrieken die goed scoren, verder uit gaan bouwen. En zorg voor ritme en regelmaat. Dus een goede contentkalender, dat je regelmatig inderdaad in die tijdlijn van LinkedIn-gebruikers zit. En jullie staan aan de zijlijn en schreeuwen continu van je moet het zo doen, je moet het zo doen. Maar dat heb je als ondernemer toch een klein beetje nodig soms, hè? Ja, absoluut.
Goed, we praten zo meteen met jou verder, Martine. We zijn heel blij met John Buysman. Laat ik dat nog maar eens even één keer zeggen. We zitten hier in het centrum van Rotterdam, maar dat gebeurt gewoon allemaal tijdens de opname en de uitzending. We waren wel een beetje geschokt trouwens toen John nog geen LinkedIn-profiel voor zichzelf had aangemaakt. En Ingrid, behulpzaam dat ze is, bood John met alle plezier de helpende hand. Ja, Martine, ik maak mijn collega John graag blij met een mooi LinkedIn-profiel. Ja. Kun je mij een paar tips geven waarbij ik op moet letten? Die heb ik. Er zijn 5 must-haves voor een goed LinkedIn-profiel. Allereerst persoonlijke headline. Nou, John is een creatieve man, dus die weet wel iets te verzinnen dan de standaard headline die op LinkedIn staat. Daarnaast is het belangrijk om een goede samenvatting op je LinkedIn-profiel te hebben, je elevator pitch. En werkervaring is een belangrijke. Daarnaast is het mogelijk om een persoonlijke URL te maken op LinkedIn, dus linkedin.com/Martine Meiburg bijvoorbeeld. Dat maakt het ook weer makkelijker om in je e-mailhandtekening of je Twitter-bio op te nemen. En uiteraard is een hele goede foto zeer belangrijk op je LinkedIn-profiel. Nou, laat ik die nou meegekregen hebben van John. Ik ga ze je gelijk laten zien. Dit zijn ze. 1, 2, 3, 4. Nou ja, een hele rit. Dit is niet echt geschikt voor LinkedIn. Ik zou aan John vragen of hij een nieuwe profielfoto wil laten maken. Is LinkedIn niet een beetje het ondergeschoven kindje van de sociale media? Hoe populair is het eigenlijk onder ondernemers? Het was ooit wel echt het ondergeschoven kindje, maar je merkt dat het steeds meer aan populariteit dat de populariteit toeneemt. Zeker onder ondernemers. Wat kunnen ondernemers dan precies met LinkedIn allemaal doen? Ze kunnen daar netwerken met andere ondernemers. En daarnaast is er de mogelijkheid om je bedrijf wat meer in de picture te krijgen door middel van een company page. Dus dan hebben we het eigenlijk over bedrijfsmarketing. Ja. Hoe ziet zo'n marketingcampagne eruit? Waar moet je dan eigenlijk bij op letten? Nou, eigenlijk verschilt dat niet heel veel van een Facebook of een Twitter. Alleen de tone of voice is anders. Maar het is heel belangrijk om daarbij aan te sluiten op de mindset van de LinkedIn-gebruiker. En hoe kun je op die mindset inzoomen? Bijvoorbeeld onderzoeken naar de doelgroep, customer journeys uitwerken, analyses doen op voorgaande campagnes. Je had het over een customer journey. Ik heb al een prachtige journey door jullie pand gehad, maar ik ben nog wel benieuwd wat er daarachter zit. Mag ik nog een beetje verder kijken met jou? Ja, natuurlijk. Ja, LinkedIn is nog niet zo gek lang geleden overgenomen door Microsoft. Klopt. Welke ontwikkelingen zien we daarbij allemaal? Ik denk dat het een goede ontwikkeling is. En juist ook met slimme integraties van Microsoft-producten binnen LinkedIn. Dat daar zeker wel een positieve ontwikkeling is voor beide partijen. Je bent dit in 2013 zelf gestart. Ja. Waar zie je jezelf dan over, pak een beet, 5 jaar? Eigenlijk onze ambitie is om binnen de komende jaren uit te groeien tot een van de leading agencies op het gebied van content marketing in Nederland, maar ik denk zelfs wel in Europa. Althans, die ambitie hebben we. Nou, dat is een prachtige ambitie. Ja. Mag jou heel hartelijk bedanken voor deze inspirerende rondleiding. Ja. Ik heb ervan genoten. Graag gedaan. Oké. Okay. Oh, en jij heel veel succes met het profiel van John, hè? Dankjewel, gaat vast lukken. Ja, ja. Ingrid die draait haar hand er niet voor om zo nu en dan eens iemand te helpen. Dat siert haar ook enorm. Dit is het LinkedIn-profiel geworden, Martine. Kan die hiermee de boer op? Nou, hij heeft al meer dan 500 connecties, zie ik. Dus zo hij is snel? Goed van start. Of hebben jullie dat zo ingesteld? Nee, het is echt gebeurd. Ja. Hey, laatste vraag, Martine. Jullie zijn natuurlijk een content marketingbureau. Jullie willen de grootste van Nederland en zelfs de grootste van Europa worden. Dat is nogal een ambitie. Hoe ga je dat doen? Ten eerste met de juiste mensen aannemen. Daarnaast goede partnerships, dus ook bijvoorbeeld met een Obi4One, dat je ook content kan gaan inplannen. En daarnaast inderdaad publishers opzoeken. We zijn onderdeel van een netwerk aan agencies, dus we zitten inmiddels niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland, de UK en zelfs de US. En daarnaast klanten die het aandurven om gewoon mooie verhalen te gaan vertellen. Die relevant zijn voor de doelgroep. Ja, spannende tijden dus, Martine. Ja. Heel veel succes daarmee. Alexander, mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk het Obi4One systeem. Kom ik zo meteen even op wat dat nou precies is. Zit daar LinkedIn ook in? Daar zit LinkedIn zeker in. Zeker wat Martine al aangaf voor het plannen van je content. Dan hoef je maar 1 keer per week, zeg maar, die 5 posts die je wil gaan doen, te doen. En dan ben je in 1 keer klaar. Daarnaast wordt er van het publieke gedeelte ook wel iets van data opgehaald. Maar het is niet zoveel als van platformen als bijvoorbeeld een Facebook of een Twitter of een Instagram. Waar we het net over hadden. Er is heel veel verschillende social media om het allemaal los van elkaar bij te houden. Dat zou je eigenlijk Fred kunnen vragen. Dat is een heel gedoe. Dat is heel veel werk. Dat is een fulltime job zelfs. Het Obi4One systeem monitort. Hoe werkt het systeem nou precies?
Wat wij doen is het verzamelen van die berichten van de openbare berichten van Twitter, Facebook, maar ook van blogs, fora, reviews. Hè. Tegenwoordig organisaties zijn druk met reviews, want dat helpt je weer in je marketing. Nou, hoe we dat precies doen, daar zit technologie achter. Daar ga ik natuurlijk niet alles over vertellen. Maar er zijn ook gewoon stekkers, zoals wij dat noemen, die je in Twitter en Facebook kan stoppen, zodat wij die data daar vandaan krijgen. En daar wordt ook voor betaald. Maar ik moet het me voorstellen dus als een soort van dashboard waar je de hele dag gewoon alles in de gaten kunt houden wat er over je bedrijf wordt gezegd. Wil ik dat allemaal wel weten als ondernemer? Als je je kop in het zand wil steken, dan niet. Maar laten we zo zeggen, als onderneming heb je een reputatie. En die reputatie wil je bewaken, in de gaten houden. En dan wil jij zeker weten, als er wat over je organisatie wordt gezegd, over je producten of je medewerkers. En daar natuurlijk op kunnen reageren en acteren. Ja, precies. Want wat zijn nou de grote voordelen om dat te doen? Hè? Dat reageren, dat acteren. Wat kun je daar als ondernemer uithalen dat het je echt wat brengt? Als je kijkt naar berichten die er verschijnen op Twitter of Facebook, en veel organisaties vergeten dat, maar mensen stellen daar gewoon vragen. Vragen over wat is nou bijvoorbeeld de beste social media monitoring oplossing, want die wil ik gaan gebruiken. Als ze die vraag toch stellen op een platform, waarom zou je daar als Obi-Wan of als welke organisatie dan ook niet op reageren? Als iemand zegt ik wil stylingadvies hebben, wie moet ik hebben? Dan is het wel goed als Fred daarop gaat reageren en zegt van nou, maak eens een afspraak, kom eens langs, dan ga ik jou erbij helpen. En we denken dat die vragen misschien niet worden gesteld, maar dat weet Martine ook vast. Die worden veel vaker gesteld dan je denkt. Dus je kunt er gewoon geld mee verdienen, business mee doen. Ja, precies. Nou is het ook zo dat niet altijd positief is als er iets gezegd wordt op social media. Het kan ook vervelende reputatieschade opleveren. Dan kun je het systeem ook gebruiken. Maar hoe dan? Je kunt het systeem gebruiken eigenlijk voor alle doelen. En als je dus je merk in de gaten houdt, of als er het verhaal net van die keukenboer, als die vandaag aan het monitoren is, ziet hij dat er een situatie is geweest, ook al hadden ze het misschien op het hoofdkantoor niet gezien of meegemaakt. En dan kan je gaan zorgen dat je misschien wel iets met een bloemetje gaat doen, gaat zorgen dat het probleem wordt opgelost. En dat kan je dan ook weer delen op platformen, zodat mensen zien dat je daadwerkelijk wat doet met de feedback. En dat je ook wil leren van de situaties die zich voordoen in de markt. Het kan dus ook zijn als het even fout gaat met een bedrijf, Rick, dat het bedrijf daar wellicht met een video op zou moeten reageren. En dan is het dus weer heel erg handig als je dat gewoon goed kunt. Ja. Want daar moet je ook niet de verkeerde dingen zeggen. Nee. Dus het gaat er vooral om van wat vertel je en hoe vertel je het. Ja. Dus wat is jouw boodschap, wat je over wilt brengen? Dus eigenlijk als ondernemer, als je dan zo'n systeem hebt, moet je ook even weten hoe je moet reageren. En die combinatie is eigenlijk perfect. Ja, dus wij moeten ook wat vaker samen gaan werken. En samen praten erover. Even linken, ja. Via LinkedIn. Okay, want Alexander, nou kijken naar dit programma kleine ondernemers, grote ondernemers, alles wat daartussen zit. Wanneer is nou het moment dat je personeel op social media moet inzetten? Sowieso zou je altijd personeel op social media moeten inzetten, al is het alleen al voor je marketing, want alle uitingen die je doet kan je helpen om meer business te doen. Maar zeker als er veel over je wordt geschreven, in positieve of negatieve zin, hè, dat maakt dan eigenlijk niet uit, moet je daar tijd aan besteden. Nou, het kost heel veel tijd om op al die platformen apart te gaan zitten kijken van is er ergens een review of word ik ergens genoemd op Facebook of Twitter. Nou, daar helpt natuurlijk een oplossing zoals die van ons in, die dat allemaal bij elkaar brengt, voor jou in een overzichtje neerzet en dat je daar direct op kunt reageren. Precies. En als het even misgaat, dan hebben wij misschien wel de crisissimulator nodig. En Ingrid was daarnaar heel nieuwsgierig en zocht jullie op in Zaandam. Ik ga zo op pad naar Obi-Wan in Zaandam. En nu zijn zij gespecialiseerd in het monitoren van sociale media. Dus ik dacht, ik post vast op Facebook dat ik eraan kom. Hashtag Alexander de Ruiter. Dan ziet hij dat vast. Goedemorgen Alexander. Goedemorgen Ingrid, welkom bij Obi-Wan. Dankjewel. Verder. Je had mijn post al geliked, zie ik. Ik heb je post inderdaad geliked, die hadden we gezien. Ja, fantastisch. Maak jij nou zelf privématig ook veel gebruik van de sociale media? Ik maak zeker gebruik van sociale media. Ik ben actief op Twitter en op LinkedIn. Maar voor mij is wel het doel dat het ook gecombineerd wordt met het zakelijke domein. En je houdt zakelijke berichten en privéberichten dan wel strikt gescheiden? Ze lopen door elkaar heen, maar er zit, voor mij is het wel belangrijk dat zakelijk en privé een scheiding hebben, ja. Kan het ook nuttig zijn om juist vanuit een privépersoon
je zakelijke markt te benaderen. Zeker heeft dat voordelen en we gebruiken ook daadwerkelijk de privéaccounts van onze medewerkers voor onze zakelijke doelen. En waarom is dat beter? Omdat het persoonlijker maakt. Uiteindelijk, het zit social, het woord social zit al in social media en daarmee maakt het, geeft het een gezicht en maak je het persoonlijk. We gaan nu zometeen een crisis bekijken die al is geweest en weer real-time gaan ervaren. En welke situatie heb jij vandaag voor mij in petto? We hebben een situatie met Project X, bij de meeste mensen wel bekend. En dus als je Project X als gemeente op bezoek krijgt, hoe ga je je daar dan op voorbereiden? Dat was even voor mijn herinnering dat meisje dat jarig was, die dat op Facebook postte en in één keer een paar duizend man op de stoep had. Dat klopt, ja. Dan zit ik hier nu als het ware als persvoorlichter van de gemeente. Ja. Social media ontploft, mm-hmm. De pers is me aan het bellen, ik schrik hiervan. Wat adviseer jij mij nu te doen? Ja, op dit moment ga je de zoekopdrachten maken die relevant zijn voor de situatie. Dus bijvoorbeeld de combinatie Project X met rellen of Project X met loopt uit de hand. Of eventueel de afbeeldingen en de video's waarin te zien is dat er echt de situatie uit de hand loopt. En daar ga je op acteren. Het gaat natuurlijk allemaal vliegensvlug. Hoe zie je door de bomen het bos nog? Waar reageer je wel op, waar reageer je niet op? Nou, dat is iets wat je dus als PR en communicatie van tevoren moet bepalen. Welke berichten gaan we op reageren? Dat kan zijn dat als het van journalisten is of van de pers of van de media, dat je zegt daar reageren we op. Maar je kan inderdaad niet op ieder bericht reageren. Nou, dat is iets wat je van tevoren dus moet afstemmen. En daarom doe je zo'n training. Nou ja, ik kan wel zien dat het meten van social media ongelooflijk belangrijk is voor je reputatiemanagement. Ik kan het niet mooier verwoorden dan dat. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor deze leerzame middag? En Kevin, jij hebt een aantal gasten aan tafel. Ik ben heel benieuwd hoe zij dit op orde hebben. Ja. Fred, heb jij je social media echt op orde? Is het allemaal oké? Ja, ik heb het echt wel op orde. Maar ja? Wat ik zeg, het is een fulltime job die ik erbij doe. Maar ik begrijp, het systeem is fantastisch voor echt bedrijven. Maar als ik iets aan de hand heb, moet ik daar zelf op anticiperen. Want als ik dat niet doe, dan voelen mensen dat niet. Ik kan ook niet mijn social media uit handen geven. Nee. Ze willen het vanuit mijn ogen zien. Maar ik begrijp wel, als je een groot bedrijf bent, met heel veel filialen en noem maar op, is het top. Precies. Hoe ziet jullie toekomst eruit, Alexander? Wat zijn de toekomstplannen van Obi4One? Nou, de toekomstplannen zijn rooskleurig. We bedienen inmiddels meer dan 700 bedrijven, zijn internationaal bezig en hebben kantoor in Berlijn geopend. Als je ook kijkt naar de bedrijven die het gebruiken, RTL bijvoorbeeld, gebruikt ook Obi4One. Kijk, heel goed bezig. Alexander, dankjewel voor jouw inbreng. Zometeen brengt John een bezoek aan een piepklein winkeltje, wat helemaal vol staat met gebruikt servies. En dan vooral door Instagram hebben ze klanten over de hele wereld. Ja, ik hoop dat dit zometeen nog leidt tot bruikbare tips, maar het ziet er wat onhandig uit allemaal. En de arbeidsmarkt die is altijd in beweging. En als werkgever ben je misschien niet altijd even goed op de hoogte van de nieuwe wetten, regels, verplichtingen en subsidiemogelijkheden. En straks aan tafel Ton van der Lek van het werkgeversservice.nl Rijnmond. En zij verbinden werkgevers en werknemers. En ze doen dat op heel eigen manier. Dus heel graag tot zo. Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door PrinterPro, Magies Catering, Pro Arts Design en See by Fly. Je bent terug op evenementenlocatie De Boompjes aan de Maas in Rotterdam. En je kijkt naar Business 010. De glazen die worden hier bijgevuld. De arbeidsmarkt is continu in beweging. En als werkgever moet je altijd op de hoogte zijn van de nieuwe wetten, regels, verplichtingen en subsidiemogelijkheden. Nou, inmiddels zit hij hier aan tafel. Ton van der Lek, voorzien van geluid. Dus we gaan hem zo meteen horen. Hij is van het werkgeversservice.nl Rijnmond. En op unieke wijze verbinden zij werkgevers met werknemers. En wat kunnen zij nou voor de ondernemer betekenen? We horen het zo binnen een paar minuten. Business 010 wordt mede mogelijk gemaakt door See by Fly, Hogerwerf for Office, evenementenlocatie De Boompjes en Pro Arts Design. Welkom terug bij Business 010. Zometeen is John weer op bezoek bij een kleine ondernemer. En waar je het eigenlijk niet verwacht, doen ze wel dus heel veel met social media. En hebben ze ondanks die kleinschaligheid toch heel veel volgers. Deze reportage die leidt tot heel veel leuke tips, maar dat komt dus allemaal straks.
De arbeidsmarkt die is continu in beweging. En als werkgever moet je op de hoogte zijn van de nieuwe wetten, regels, verplichtingen en subsidiemogelijkheden. En het werkgeversservicepunt Rijnmond biedt hulp aan ondernemers. Ton, van harte welkom. Misschien een beetje een open deur, maar wat doet het werkgeversservicepunt precies? Nou, allereerst proberen wij zoveel mogelijk mensen uit deze regio, Rotterdam en Rijnmond, weer terug aan het werk te helpen. In eerste instantie wat het goed is voor de mensen zelf natuurlijk als je werk hebt. Dat kun je jezelf ook al voorstellen. Maar tegelijkertijd ook om die situatie van Rijnmond, economisch, maatschappelijk, naar een hoger plan te krijgen. Ja, nou is het zo dat als ondernemer kun je natuurlijk zelf naar je personeel op zoek gaan. Ik zelf ben ook ondernemer en tot nu toe heb ik eigenlijk altijd iedereen op eigen wijze gevonden, om het zo maar te zeggen. Wat is dan het voordeel om een partij zoals jullie in te schakelen daarvoor? Ja. Nou, allereerst vooral blijven doen. Dat zeg ik altijd, maar daar waar werkgevers en werknemers elkaar kunnen vinden zonder dat we als overheid daar een rol in hoeven hebben, dan is dat helemaal mooi. Maar als het even minder makkelijk gaat, mensen zowel die werk zoeken als wel werkgevers die op zoek zijn, maar geen mensen kunnen vinden, dan proberen we graag daar een helpende hand in toe te steken. Ja, social media hebben we het hier net ook aan tafel uitgebreid over. Heeft dat nog een grote rol in dit proces? Ja, je moet je voorstellen, mensen die geen werk hebben en zeker de mensen die in een uitkeringssituatie zitten, daarvan is het cv niet altijd even compleet. Maar juist door bijvoorbeeld een video-cv maak je de kans om weer aan het werk te komen groter. En tegelijkertijd, de meeste mensen komen eigenlijk aan het werk via hun eigen netwerk. Dus via LinkedIn, via Facebook. Ja, post een bericht en misschien krijg je wel contact vanuit je eigen netwerk. Nou Rick, misschien moet jij straks ook werknemers. Moet jij ook gaan begeleiden om videoboodschappen op te nemen? Wordt nog druk. Lijkt me leuk. Ja, ik vind het ook heel leuk om te doen. Om mensen naar een hoger plan te brengen en ervoor te zorgen dat ze zichtbaar zijn. Ja, maar ook die kleine start-ups, want dat zijn ook gewoon ondernemers. En die hebben wellicht ook die begeleiding nodig. Ja. Toch? Ja, en dan kan dat straks weer allemaal op LinkedIn, toch? Absoluut. Het is trouwens ook het enige wat ik doe, hoor, LinkedIn. Ja. Dus ik vraag me ook altijd weer af van hoe kan je als startende ondernemer je profileren op LinkedIn? Ja, als startende ondernemer is de focus vooral op het uitbreiden van je netwerk. En inderdaad zichtbaar zijn in je netwerk. En dat geldt ook voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Als je een slapend LinkedIn-profiel hebt en je post nooit een update, of je liked nooit dat iemand een nieuwe baan heeft, of wat dan ook wat je voorbij ziet komen, ja, dan ben je ook niet zichtbaar in dat netwerk. Dus inderdaad, zoek ook de mensen met wie je geconnect bent, zoek die ook gewoon actief op. Ja. Dus feliciteer iemand met een nieuwe baan, want dan kun je inderdaad ook gewoon zichtbaar zijn in het tweede graads netwerk van die persoon. En de best bezochte pagina op LinkedIn is wie heeft mijn profiel bekeken. Oh. Dus mensen kijken ook daadwerkelijk wie er in het tweede graads netwerk zit. Wat doe jij trouwens met mensen die willen linken met jou die je helemaal niet kent? Die accepteer ik niet, mits ze een... Ik krijg heel veel verzoeken van mensen die zich niet introduceren. En dan denk ik, ik ken jou niet, wat moet ik hiermee? Er kan er net eentje tussen zitten waar je in iets heel tofs mee kan doen. Nou, als dat zo is, stuur ik een berichtje, dan accepteer ik nog niet. En dan stuur ik een berichtje, leuk dat je me uitnodigt, maar waarom zou je met mij willen connecten? Dan ben je zoveel verder en dan heb ik helemaal geen tijd voor. Gewoon opengooien, je ziet er wat er komt. En alles wat vervelend is, flik je er weer af. Ja, maar dat is echt de Instagram-Facebook approach. Op LinkedIn gaat het natuurlijk om de kwaliteit. LinkedIn, nee, precies, daarom. Wat horen we nou toch, Fred? Ja, ik doe alles behalve en jij doet alles behalve. En jij doet alleen LinkedIn. Ja. Alles, zo is het voor iedereen blijkbaar verschillend. Ja. Want Ton, jij bent dan van werkgeversservice.nl Rijnmond. Stel, een ondernemer kijkt nu op dit moment in Groningen of in Limburg. Zijn daar ook werkgeversservicepunten? Ja, in heel Nederland zijn er 35 arbeidsmarktregio's. En in ieder arbeidsmarktregio is er een werkgeversservicepunt. Dat is eigenlijk een samenwerking tussen de regionale gemeente, de UWV en vele ondernemers en brancheverenigingen. En samen proberen we te kijken hoe kunnen we die lokale arbeidsmarkt nou een beetje in beweging krijgen met elkaar. Ja, dus het is een heel goed initiatief. Nou, ik had het net al even over het op de hoogte zijn van de wet en regelgeving voor de ondernemers. Ingrid onderzoekt hoe het nu staat met één van die wetten en dat is namelijk de participatiewet. Veel ondernemers hebben er sinds 2015 mee te maken. De participatiewet. Nou, heb je daar meer advies en begeleiding bij nodig? Kun je naar het werkgeversservicepunt. Merel, kan jij nog eens kort vertellen wat die participatiewet precies inhoudt? Ja, de participatiewet is een onderdeel van de wet werk en zekerheid. En daarbinnen valt de wet baanafspraak en die stimuleert werkgevers om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Met welke vragen kunnen werkgevers bij het werkgeversservicepunt terecht? Nou, alles eigenlijk omtrent een personeelsvraag. Daarin kunnen wij informeren, adviseren, werven, selecteren, begeleiden.
Ja, het klinkt alsof je de werkgever dus op tal van zaken kunt ontzorgen. Kun je nog een aantal voordelen noemen? Ja, het werkgever Servicepunt is een samenwerking van de gemeente Rotterdam, het UWV en de regiogemeentes. Wij zijn het loket in de regio voor de werkgever voor zijn personeelsvraag. Waarbij hij één contactpersoon krijgt, we zijn kosteloos en wij begeleiden van A tot Z. Merk je in de praktijk wel eens dat potentiële werkgevers er angstig voor zijn? Ja, en dat komt met name omdat werkgevers vragen hebben over de wetgeving en de doelgroep niet goed kennen. Maar wij zijn er dan weer voor om die partijen bij elkaar te brengen. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd natuurlijk hoe dit in de praktijk werkt. Daarom zijn we hier vandaag bij een advocatenkantoor, toch? Ja, we zijn nu bij advocatenkantoor Riesjen en Nijhuis. En sinds kort is Tania hier aan het werk. Dus ik zou zeggen, loop even bij de heer Riesjen langs, dan kan hij er meer over vertellen. Even storen. Ja, natuurlijk. We zijn inmiddels anderhalf jaar op weg met de participatiewet. Waren jullie daar als advocatenkantoor nou als een van de eerste bij? Ja, of wij als een van de eerste erbij waren, dat weet ik natuurlijk niet. Maar twee van mijn kantoorgenoten die houden zich alleen maar met arbeidsrecht bezig. En die stuiten uit dien hoofde op de participatiewet. En omdat wij als motto hebben een zakelijk hart. En dat betekent dus dat we niet alleen maar zakelijk zijn, maar ook nog hard voor de zaak en voor de cliënt en de medewerkers. En nu hebben we sinds, wanneer is het? November, december, hebben we Tania hier rondlopen. En Tania is een vrolijke, geweldig aardige jonge dame, enthousiast. En we hebben ook besloten dat we haar een arbeidsovereenkomst gaan aanbieden. Nou, dat is hartstikke mooi om te horen. Ah, Tania, ben je hard aan het werk? Ja, klopt, zeker. Hoe lang heb jij eigenlijk zonder een baan gezeten? Sinds ik mijn dochter heb gekregen. Hoe oud is je dochter nu? Ze is 12 jaar en ik dacht dat het onmogelijk was, want ik was maar gefocust op haar opvoeding. Maar als je iets wil, is alles mogelijk. En hoe ben jij dan bij het werkgever Servicepunt terechtgekomen? Door UWV. Door het UWV? Ja. Ja, en daar hoor ik net van de advocaat dat je nu inmiddels een vast contract krijgt. Ja, dat klopt. Nou ja, van harte gefeliciteerd en ja, ik vind dit een succesverhaal. Een succesverhaal, dat is het zeker. Ja, Ton, jullie worden blij van dit soort verhalen. Zeker. Zo'n betrokken ondernemer die Tania zo'n kans weet te geven, daar kijken we graag naar uit. Hoe ziet jullie toekomst eruit? Ja, de economie trekt gelukkig aan. Dus in die zin, mensen die komen wat makkelijker aan het werk. Dat betekent wel dat mensen die een wat grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt gewoon meer aandacht nodig hebben. Dat vraagt meer van de ondernemer. Maar juist ook van ons om te kijken hoe we die ondernemer kunnen helpen bij juist ook die groep van kassen geven. Nou, helemaal goed. Succes met al het werk wat jullie doen. Ton, dank je wel. In Business 010 gaat John Buisman op bezoek bij de kleine ondernemer. En waarom doen we dat nou? Nou, hier komen eigenlijk nog wel eens de mooie verhalen en stiekem ook de tips voor de grote jongens vandaan. John die bracht een bezoek aan het Derde Servies. Dat is een authentiek winkeltje vol met, nou ja, servies dus. Servies. Goed, Hannie Mans. Ja. Ja, we beginnen gelijk met de pittige vragen, Hannie. Waarom het derde servies en niet het eerste of het mooiste? Nou, punt 1 had mijn zus de zaak en die heeft het derde servies genoemd. Dus ja, mijn zus had de zaak? Mijn zus had de zaak. Dus ja, om nou de naam te veranderen, zomaar. Oh, het is niet jouw zaak? Het was vroeger niet mijn zaak. Nee. Oké. Ja, natuurlijk. Dat is een officiële melkkoker van vroeger met zo'n dekseltje erop, met die gaten erin. Ja. Melkkokers? Zijn er niet veel meer? Nou, dat denk ik niet. Ik krijg het nooit aangeboden en daar kan ik meestal uit opmaken hoeveel iets er nog is. Ja, en wat is er nog meer, waar is er nog meer een schaarste in? Nou, botervloten zijn veel gevraagd, want die kan je nieuw niet meer kopen. Verkoop je echt alles al? Niet naar mijn vragen kijken. Ik verkoop eigenlijk alleen wat ik zelf mooi vind. Oké. Wat doe je met... Want je hebt een computer staan? Ja. Wat doe je daarmee? Nou, ik heb een webshop en ik heb contact met buitenlandse klanten via internet. Met buitenlandse klanten? Ja. Dus er gaat heel veel van dit servies gaat naar het buitenland? Ja, ja. En ik ben op Instagram. Oké. Ja. En ik post iedere dag een foto en ik heb erbij staan van het derde servies, ja. We ship worldwide. Ja.
En hoeveel, kijkertjes heb je dan? Nou, op dit moment heb ik 3900 volgers. Dus daar ben ik best wel trots op. Ja, dat begrijp ik. Is er nog een droom, Hanny Mans? Is er nog een droom van bijvoorbeeld een derde winkel in Amsterdam? Ik wil gewoon een groothandel worden in export van servies. Han, nou zitten er waarschijnlijk aan tafel hele grote ondernemers. Heb jij nog tips voor de kleine ondernemers? 1. Begin een speciaalzaak. Ga niet van alles verkopen. Je moet zorgen dat je achter je eigen product staat. Ga niks verkopen wat je zelf niet mooi vindt. En 3. Beoordeel niemand. Iedereen die binnenkomt is welkom. Wat ze ook willen. Dat zijn mijn tips. Ik was zelfs welkom vanochtend. Precies. Ik heb nog een tip, maar die kennen jullie allemaal. Je moet de nieuwe media gebruiken. Vraag aan je kinderen hoe het moet. Heb ik gedaan. Instagram, ontzettend belangrijk. Zorg dat je een webshop hebt. Hè? Want iedereen klaagt wel over die winkels gaan allemaal ten onder door die webshops. Ja, zorg dat je erbij bent. Zorg dat je ook een webshop hebt. Nou ja, lekker Fred, pittig wijfje, ja, het is een hele pittige vrouw. Ja. Iedereen die binnenkomt is welkom. Geldt dat voor jou ook? Is iedereen welkom? Op mijn Instagram, niet meer in mijn huis. Hè? Niet in je huis? Op Instagram wel. Ik zeg altijd op Instagram, gooi je slotje eraf. Want hoe meer mensen, hoe beter. En als klant? Als klant is iedereen welkom. Als klant is ook iedereen welkom. Tuurlijk. Nou, heel goed. Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor jullie komst vandaag naar de studio van Business 010. Jullie krijgen een presentje aangeboden door de wijnkoperij Kees van Hoort. Een overheerlijke wijn, Fred. Oh, heerlijk. Kan je nog even thuis nagenieten. En dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Hartelijk dank. Dit was Business 010. Volgende week pioniers. En dat betekent dat we grensverleggende ondernemers aan tafel hebben. Wil je op de hoogte blijven van alles rondom het zakenprogramma hier vanuit Rotterdam en zien wat er allemaal straks gebeurt tijdens de borrel. Het staat op de website rtl.nl/business010. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Business 010 werd mede mogelijk gemaakt door werkgeversservice.rijnmond, OB4One, See by Fly en Ongezoet.